Ik ben Ilse Marie en ik ben eigenaar en oprichter samen met mijn partner van Big Creative Network. Big Creative Network is een creatief bureau, bestaande uit een groot netwerk van creatieven. Dat zijn zowel freelancers als kleine bureautjes, zowel uit Haarlem als buiten Haarlem. En wat we doen is eigenlijk voor opdrachtgevers kijken we elke keer van nou, wie zijn nou de beste mensen om in te schakelen. En samen pakken we daardoor grote projecten op, dus of grotere campagnes. Ik zit nu in Stempels en dat is eigenlijk een beetje mijn tweede kantoor. Ik zit er toch al twee dagen per week of zo dat ik lekker een hoekje pak bij de tijdschriften waar ik lekker aan het werk ga en waar ik ook afspraken heb. En ja, het is gewoon een hele fijne plek. En eigenlijk heel enthousiast over Netwerk 023. Ik ben zelf steeds meer aan het werken met creatief echt uit Haarlem. Wij werken samen met 365, maar ik werk ook samen met bijvoorbeeld Helder Groen. Dat is een ander communicatiebureau uit Haarlem. Daarnaast werken we met verschillende freelancers samen, die we ook inzetten voor allerlei online marketingopdrachten. Dus eigenlijk steeds meer, ik werk inmiddels ook met een fotograaf uit Haarlem. En ja, wij zetten eigenlijk steeds meer creatieven uit Haarlem zelf in. Ja, ik blog veel en inmiddels blog ik ook af en toe voor Netwerk 023. En dan voornamelijk over inderdaad nieuwe trends of wat zijn nou dingen die spelen en hoe kan je daar nou wat mee als marketeer of als bedrijf. Ja, heel relaxed. Het is wat dat betreft sowieso in Haarlem natuurlijk heel relaxed. En wij, Netwerk 023, hetzelfde. Je merkt het gewoon met dat mensen heel erg openstaan voor contact. Dat zou ik echt wel naartoe gaan om te willen netwerken. En er gebeurt volgens mij ook heel veel. Volgens mij krijgen mensen best wel veel samenwerkingen uit dit soort borrels. En vandaar dat ik ook graag naartoe ga. Wat heb ik voor tips? Is nou, dat ik gewoon echt heel erg denk van zoek allemaal actief de samenwerking op. Want je merkt gewoon dat echt super mooie dingen ontstaan als je met elkaar om tafel gaat. Dus blijf dat vooral doen en blijf allemaal vooral zo open en zo relaxed. En dan denk ik dat er nog heel veel dingen gaan gebeuren hier in Haarlem. Ik geloof ook echt wel dat wij dadelijk ooit misschien wel de creatieve stad van Nederland gaan worden, wat dat betreft.